Toen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 1912 werd opgericht, was dat nadrukkelijk omdat een aantal gemeentebestuurders het gevoel had dat hun belangen behartigd moesten worden door de krachten te bundelen. Het is een mooi verhaal altijd dat men zegt dat men dat deed toen om steenkool gezamenlijk in te kopen. Maar de werkelijkheid is dat die steenkool een bijproduct was en dat het begon eigenlijk over de rechtspositie van de bestuurders. Als je nou kijkt naar de periode van de wederopbouw, dan zie je dat de Rijksoverheid, maar ook de gemeente een zeer actieve, intensieve rol vervullen om dat land weer op orde te brengen. En dat dus gemeenten steeds meer activiteiten verrichten ter uitvoering van beleid wat de Rijksoverheid bedacht heeft. De verschuiving van taken van het Rijk naar de gemeente en soms van provincie naar de gemeente, daar gaat ook wel eens wat naar boven. Dat proces met het accent van verschuiving van taken naar de lokale overheid, daarvan denk ik dat het om allerlei redenen zal doorgaan. Decentralisatie betekent differentiatie. Dat wil zeggen, decentralisatie betekent dat de ene gemeente het anders doet dan de andere. Doordat wij ook zien dat de gemeenten snel acteren, zal de VNG natuurlijk ook zich snel moeten aanpassen aan de veranderde eisen. VNG is een cruciale speler. Het staat ook in de krant wat de VNG vindt. En ik hou van dit land, mijn plek in de zon. Het heeft zoveel te geven. Ja, een van de grootste doorbraken zou je kunnen zeggen in de verhouding tussen de Rijksoverheid en de gemeente is de introductie van het evenredigheidsprincipe in het gemeentefonds. Ik was voorzitter toen ik burgemeester van Utrecht was. Klaas de Vries was de hoofddirecteur. Het bijna onverslaanbaar geachte duo zat daar Gerrit Salm en Willem Vermeend. Maar ik mag toch zeggen dat we hen hebben verslagen. Met trap op, trap af. En het is nog steeds. Dat hebben we toen tot stand gebracht. De beide heren rookten ook. En dat was prettig. Wij rookten een sigaar, maar niet zoveel als zij sigaretten. En dan was er af en toe een schorsing. En in die schorsing konden wij weer onze tactiek bijstellen. En we kwamen er altijd winnend uit. Park is mijn tuin. Deze stad is mijn huis. Hier wil ik leven. De historie van de plaats waar de VNG zit is heel bijzonder. En ik kan me nog herinneren dat dat oude gebouw als kerk in gebruik was. De kerk moest gesloten worden. En ik kan me herinneren dat toen ik in de krant las dat de VNG het gekocht had, ik bij mezelf dacht, wat doet die vereniging nu? Maar het is fantastisch geworden. Ik vond dat Ralf Pans en de zijnen dat voortreffelijk hadden georganiseerd. Zo herinner ik mij dat bij de tweede bijzondere ledenvergadering, het was in het najaar, in Den Haag op het Malieveld in een circus tent, dat daar niet alleen heel veel leden aanwezig waren en heel bijzonder al die gemeentebestuurders in een circus tent, maar dat ik op het moment suprem van mijn speech plotsklaps een gebrul achter me hoorde van een aantal leden ter ondersteuning of misschien om ongenoegen kenbaar te maken, dat weet ik niet, maar dat zijn dan van die komische momenten waar ik althans met genoeg aan terugdenk. Wat je nu al heel snel zult zien bij de viering van het 100-jarig bestaan is allereerst de website die 9 januari de lucht in gaat. En het hoogtepunt wordt natuurlijk de week van het VNG-congres. En dat is ook denk ik precies het moment waarin we eigenlijk de aftrap geven voor die tweede eeuw VNG. Dus het is een prachtig moment waar verleden, heden en toekomst bij elkaar komen. 100 jaar is Nederland verrijkt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Je bent bijna een onneembare horde voor andere overleginstanties. Het gezag is zo belangrijk voor Nederland dat de VNG een pluim verdient. 100 jaar op weg naar de volgende eeuw.